Bewoners van diverse dorpen in Brokopondo die onder de stuwdam liggen kampen al geruime tijd met extreme wateroverlast. Gisteren tijdens de openbare vergadering in DNA hebben de leden Ronnie Asabina en Obed Kanapé zich uitgesproken over deze alarmerende situatie. Zij hebben de aandacht gevraagd van de regering hieromtrent. Ze weten niet waar ze aan toe zijn, voorzitter. Ja, dus er is geen zicht op verbetering. Staatsolie heeft aangegeven, we gaan door tot augustus. En met de dag, voorzitter, wordt de capaciteit van het spuien wordt verruimd, voorzitter. En boze tongen, de gedachte, het sentiment dat leeft onder grote delen van het district, voorzitter, is dat dit te wijten is aan menselijk falen, voorzitter. Inschattingsfout van staatsolie, dat wordt beweerd, voorzitter. En het is goed dat de regering dit ontzenuwt, voorzitter. Dorpen zoals Klaaskreek, Nieuw-Lombe, Ballingsula, Libidoti, maar ook het centrum van Brokopondo staan blank. In Nieuw-Lombe ligt de waterpomp ook onder water, waardoor de bewoners geen toegang hebben tot water. DNA-voorzitter Marinus B. kon zich helemaal terugvinden in de eis van de parlementsleden. Een terechte eis van zowel lid Kanapé als u, dat de regering ons omstandig mogelijk komt informeren. Maar ook het voorstel om een parlementaire delegatie voor mijn part al morgen naar het gebied te sturen, zodat we daarover kunnen praten. Ik ga zo afstemmen met de griffiers om de zaak voor te bereiden. Dit is vrij ernstig en terecht uw bezorgdheid van we weten niet waar aan toe we zijn. Vooral als u luistert naar mededelingen vanuit staatsolie. We delen die zorg ook en ik denk dat we hier met z'n allen werk van zullen maken. Henry Café, hoofdkapitein van het dorp Nieuw-Lombe, had de STVS-nieuwsdienst eerder voorgehouden dat Staatsolie Power Company Suriname, SPCS, verantwoordelijk wordt gehouden hiervoor. Eddie Frenkel, directeur SPCS, legt het volgende uit. Vanaf dat moment hebben wij zoveel als mogelijk getracht om de dorpen stroomafwaarts van de dam te ontzien. Hè? Dus om zeg maar niet te veel te spuien. Ja. Echter, vanwege die aanhoudende regens en de gemeenschap heeft zelf kunnen waarnemen dat in het boven Suriname gebied daar ook dorpen dus boven het stuurmeer, daar ook dorpen onder water liepen. En op een goed moment komt al dat water van boven Suriname, komt dan in het meer terecht. En op een goed moment heb je dan geen andere keus dan het water dat de natuur je biedt, om dat water ook door te laten. Want wat je niet kan hebben, is natuurlijk dat het dam gaat overstromen. Bewoner Cindy Mama Sistina is niet te spreken over deze kwestie. De situatie in het dorp Nieuw-Lombe erger is geworden dan de dagen daarvoorheen. Het water stijgt, het blijft stijgen, we zien nog geen verandering. Ik hoop dat de autoriteiten zo snel mogelijk contact maken met de mensen van het dorp, zodat de mensen een zicht hebben, een beeld hebben wat er gaat gebeuren. Als je op de plaats zelf bent, dan maak je het zelf mee, je ervaart het zelf. Maar als je in de stad bent, dan heb je niet echt een beeld. Men kan je zeggen, maar je hebt niet echt een beeld wat er allemaal gebeurt. We zijn om 7:00 vertrokken vanuit de stad en als we iets hadden geplaatst om dat water te meten toen we waren aangekomen, zodat we nu al het verschil zien dat het nu al hoger is geworden. Minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emmanuel, geeft aan dat in opdracht van president Santokki er een missie naar het district moet ter oriëntatie. Ja, is de net tot laat, meneer Slijngaard, takkie voor NCCR, in schrift bij de SD tot laat in het gebied. Dus aan de hand van het idee in RVM mocht even aan en de acties zou het takkie. Natuurlijk, ADC de nono bezig voor alvast naar hulp, want die podesmana heb je ze nog niet geholpen. De voeding, alles aan heeft de lassie, dus ADC naar de weinige middelen vee, hij probeert voor toch in voor de smakken, want het is aan voor je aan drie, maar we komen wel als ministerie in.